Met wie komt ze dan? Tot vandaan. Jens! Hoe was hockey? Ja, maar... Je ziet er echt uit als een hockeymeid. Een oh, je hebt de pokjes van Jens aan. Ja, moet je niet shocken. Ik ben blij dat ik eventjes les minute nog een lesbar aan heb gedaan. Een lesbar, hè? Waarom zijn ze zo? Ze zijn zich aan het opwarmen. Open, zegt hij. Open. Daar zijn ze de warming-up aan. Ze zijn de warming-up aan. Echt, zullen wij ook even warming-up doen? Even alvast laten weten, ik ben niet van plan om te verliezen. Hoe ik ook weet dat het sociaal gewenst is om te verliezen. Jesse doet niet aan verliezen. Nee, ik zweer het je. Ja, sorry. Ook kinderen niet. Ik laat helemaal niemand winnen. Kunnen we een rottrap geven? Jesse de graafmachine. Nou, reken maar op voor niet. Nee. Jesse de graafmachine. Great. Hey. Moeten we hier niet gewoon imponerend op een rijtje gaan? Ja, kom. Ja, dat is echt leuk. Ja, kom. We beginnen gelijk met de stare down. Nee, wacht. Rood en zo. We moeten wel apart. In een lange rij, net als met Willem-Alexander. Toch? Ja. Nee, joh. Nee, joh. Dat team is zo staan. Nee, op een rij. Nee, god. Jij moet altijd eens profileren boven de groep. Kom. Nee, gewoon anders. Wel. Nee, kom. Ja, ik ook. En ik heb een sport bij haar. Nou, gaan wij als blauw team even een beetje met tape. Kijk, tape. Oké. Jongens, je hand op je bokken. Andere bos zou zo rennen. Toch? Doet hij ook goed? Nee! Zo toch? Jongens, zo toch? Ja? Oké, imponerend. Oh, zo. Okay. Zo toch? Nee joh, zo. Jullie moeten naar achter. Of wij moeten naar voren. Oké, kom. Ik wil wel een rechte lijn. Gaan we nog? Wij altijd voor willen we imponeren met... Oh ja, zo moet je toch. Kijk dan, kijk dan. Nee, zeg imponeren. Lekker doen. Boe. Utopia, hooligans. Kom maar. Een zenuwplasje, geloof ik. Dat plas. We love Utopia. Zijn ze we stil? Do. Oh, Utopia. We love Utopia stil. City. Ja. Utopia City. Ik weet niet. Ja, goed zo. Support ons. Utopia United. Ja, ik heb echt team boten. Utopia City. Mag niet fluisteren. Dat mag wel. Maar dat wordt niet gedaan. Maar dat vind ik wel jammer dat ik nou geen borstlogo heb. Heb je geen borstlogo? Nee. Nee, je bent wel de aftreksel van de groep, zeg. Ja, wat? Dat is de aftreksel van de groep. Dus. Ja, misschien dat... Nee, Botox verdient geen logotje, maar wel panter. Nou, ik heb het nu spannend. Allebei niet. Ket, sorry. Je bent aanvoerder. Ja. Ik ben hoofd derde helft. Hoofd derde helft? Oh, ik ben assistent derde helft, want het gaat goed komen. Martin, als je kapitein derde. Is het rug meer? Wat? Ja, Botox. Maar je hebt er geen Botox? Nee. Het zijn fillers. Ik ben gewoon puur natuur, mooi van mezelf. Ik heb geen make-up nodig en ook geen Botox. Maar hier is soms wel een naaldje gebruikt. Oké, staan we? Hiske? Formatie. Jongens, staan we strak in de lijn? Kamateka, oor. Nee, Brandon. Fanatiek? Je bent... Waar is van fax mijn bandana? Oh jee. Ik heb hem jas van. Net afsterven. Ja, een jeetje. Zit maar goed. Ja. Oh, stond. Ja. Van die gelijk. Het was in mijn kist. Lex. Ja. Vast? Nee. Was toch geen 7 uur? Ik heb geen boor. Oh. Jens, handen over elkaar. Ja, we gaan applausje. Klappen. Ja. En het wil Helmers inzetten, toch? Of niet? Klappen. Of in ieder geval een liedje. Amerika, tot Amerika. Oh, ik heb mijn buiten gespeeld. Ja, netjes. Wie zou dat doen? Zeg maar zenuwen. De DJ-boek moest er nog naartoe. Toch, muziekjes. Doen we zo even, oké? Okay? Bij binnenkomst. Zullen we toch wel... Ja, je hebt toch allemaal muziek aangevraagd? Doen we gewoon alsof hier al die tijd... Ja, ik heb muziek aangevraagd. Oké. Okay. Doen we de doek overheen, dan trekken we maar af. Camouflage. Die staat zo buiten, toch? Ja, ja. Zonder DJ. Als we met een paar mensen doen, tafel klaar. Staat er al pilskuit trouwens? Nee, dat niet. Ja. Is dat voor liedjes? Is dat liedjes? Oh, ja, liedjes. Oh, shit. Is het goed? Goh. Hallo! Ik ben nu al buiten aan het. Ja. Oeh. Oh, hebben we het verkeerd gelezen? Ja. Zijn profs? Nee. Zijn profs. Ja. Ja. Gerst denk ik. Wat gaan we doen? Zingen? Klappen? Ja.
Welkom! Welkom! Leuk dat jullie er zijn. Ik ga je als eerst even een hand geven. Yes. Hey, top. Ik geef het een kijkje. Hoi. 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 Alexander. Hoi. Hoi. Mariska. Hoi. Mariska. Hallo. Alexander. Hoi. Mariska. Welkom. Hoi. Alexandra. Hoi. Alexandra. Hallo. Hoi. Alexandra. Hoi. Hoi. Mariska. Hoi. Mariska. Welkom. Hallo. Mariska. Welkom. Hoi. Hallo. Mariska. Hoi. Mariska. Hoi. Mariska. Hoi, hoi. Hi, Mariska. Hallo, Alexandra. Hi. Dank jullie zijn. Hoi. Brendan. Jordi. Toppers. Zo. Hoi. Heel gezonen. Goedendag. Hoi. Hoi. Jordi. Hoi. Jordi. Hoi. Hey. Jordi. Hoi. Aangenaam. Vandaag zagen we het lijnwerk gedaan. We hebben de ballen opgegooid. Hoi. Jordi. Hoi. Brendan. Hoi. Goedendag. Jordi. Hoi. Ik weet niet wie ik al heb gehad. De sfeer was niet even om te zijn aangenaam. Hoi. Jordi. Hoi. Ja. Volgens mij heb ik iedereen gehad. Ja, dat hebben we iedereen gehad. Tof dat jullie zijn. Ik ben een beetje voetballen. Kijk, had ik u al de hand geschud. Oh, hi, Brendan, aangenaam. Leuk om te gaan. Hi, Jordi. Brendan, aangenaam. Dankjewel, ik heb het nodig. Hallo, Jordi. Hey, jongen. Hi, Brendan, aangenaam. Hi, Jordi. Wij zijn ook te herkennen door blauw en rood. Sorry? Voetballer jullie ook? Nee, ik ben geen voetballer. Oké. Je hebt hem verkeerd op? Ja. Dat gast dat is waar. We hebben geen trainer. We zijn onze eigen trainer. Moeten jullie een trainer hebben? Ja. Staat toch weer boven. Lekker. Oeh. En Mirce, je hebt het openingswoord. Dat hebben we afgesproken, ja. Oh. Ja, dankjewel. Oh. Leuk. Dat jullie er zijn, hebben er een beetje zin in. Ja? Toppers. Hartstikke leuk. Hey, dat is... We gaan vandaag natuurlijk ook voetballen. Want daar gaan we natuurlijk. Want er is een beker vandaag te winnen. Dat is natuurlijk super tof. En wie gaat er mee naar huis? Fanatiekeling, hoor. Ja. Wie denkt dat team gaat winnen? Let's go! We zijn Utopia United. Kijken jullie ook allemaal? City. Kijken jullie ook allemaal Utopia of niet? Ja. Ja. Oké. Oké. Wat we kunnen doen, dan kunnen we eerst een rondleiding gaan doen. Vinden we dat leuk? Oké. Okay, nou. En rondleiding! Daar is Gerrit heel goed in. Die kan dat heel goed. Dus die gaan we gewoon vragen of die rondleiding wil doen. Ja. Gerrit. 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 Ja, dus ja, zo goed in het zaal, hè? Ja. Nou, is er rondleiding doen dan? Ja. Nou, kom allemaal gezellig mee. Laat ik even het terrein zien. Ja. Ja. Hey, topper. Zullen we... Sorry. Nou, beste dames en heren, hier zijn wij bij het eerste onderkomen van Utopia. En dat is de caravan. Die staat hier als een van de eerste objecten. Hier slapen Brendan, hier staan de naambordjes ook, Jordi en Dylan op dit moment. En als we even binnen gaan kijken, dan zien wij heel veel kleding op bed. Nou, is dat niet fantastisch? Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Dus hier slapen ze dan allemaal in een tweepersoonsbed met z'n drieën. Nou, dat is hartstikke gezellig, toch? En het is netjes opgeruimd. Nou ja, goed. Maar dan komen jullie nog wel vaker achter, want overal is heel netjes opgeruimd, hoor. Dus dat is helemaal goed. Hier hebben we de tattoo shop. Dylan is tatoeëerder en die zet hier tattoos. Als jullie ook een tattoo willen, kun je een afspraakje maken. En dan maakt Dylan een leuke tattoo. Oh, echt waar? Ik heb er al drie. Oh ja, je hebt er ook al drie, ja. Ik heb twee. Nou, genoeg tattoos. Ik ben helemaal blanco. Ik ben helemaal blanco. Nou, ons fantastisch mooie grasveldje. Hier gaan we dus ook op voetballen zometeen. En hebben we alles al een beetje klaargezet. We hebben daar ook de trofee van de winnaar. Ja. Ja, wie die gaat winnen, dat is de grote vraag natuurlijk. Nou, hier hebben we de diertjes. We hebben hier drie geiten. We hebben een stuk of 10 à 12 kippen.
En we hebben hier ook een varkentje. Ja, een echt varkentje. En die heet Katie. Die is te koop. Nee, die is niet te koop. Nee. Nee, en die eten we ook niet op. Nee. Katie is gewoon ons huiszwijntje. Die is hier normaal gesproken lekker een beetje aan het ronddartelen. Pakt ze wat eikeltjes van de grond. En, dan, en die kun je ook een beetje aaien. En dat is een beetje ons... geen schapen. Ons... Nee, geen schapen. Het is onze huisvarkentje. Ja, nou. Ja. Wie weet waarvoor? Schapen voor Swarma? Nee, ik vind schapen leuk. Oh, voor schapen, ja. Ja. We hebben thuis wel een paar schapen gehad. Je zag net iemand uitkomen. Oh, nou dat zal Milene zijn geweest. Hier slapen Jens en Milene. Kijken jullie trouwens ook een beetje Utopia? Ja? Een aantal, wat leuk. Ja, ja. Nou, dan zul je het misschien wel een beetje herkennen allemaal. Ja. Nou, hier... Huisjes. Ja, dit zijn... Wat zijn? Dit zijn jullie huisjes. Ja, dit zijn onze huisjes. Okay. Nou, hier slapen Jens en Milene. Hoi. Dat is hier ook de naambordjes staan. Okay. Ze staan ook allemaal achter op onze rug. Dus kunnen jullie nooit miszitten? Nee. Ja, dit zijn al onze eigen slaapplekjes. Hier slapen Alexandra en Frenny. Okay. Tweepersoonshuisje, nou, dat is een van de grootste huisjes. Dus dat hebben ze goed voor elkaar. Ja. Dus dat is hartstikke mooi. Jullie mogen even gaan kijken als jullie het leuk vinden. En mochten jullie het niet leuk vinden, gaan we weer verder, hè? Ja, zo kort is het allemaal wel weer. Je ogen dicht. Ja, nou, met 15 man is het wel wat klein, hoor. Jood, neem ze al op bed, hè? Ik ga niet naar bed, want dan zul ik al slapen. Nou, hier slaapt momenteel helemaal niemand. Maar dit is een grote inloopkast geworden. Dus Ik wil ze dat even. Ja, is het niet. Nou, dan gaan we naar het volgende plekje. Ja, er zijn aardig wat plekjes. Daar is niks mis mee. Het is wel aardig stukje lopen, hè? Ja, val wel mee. Ah, goed getraind hoor ik. Ik loop in het doel. Ah, kijk eens. Ja, slim. Pak je die extra metertjes even mee. Nou, hier slaap ik en dat is ook een bende. Slaap je alleen? Nee, met z'n drietjes. Met Hiske Mariska. Dus, nou, dat is mijn plekje zoals je kan zien. Er ligt al mijn kleding op bed en kleding in een krant. Ja. Ja, goed hè. Jullie hebben dit plekje. Dit is onze plek. Dit is een Mongoolse tent. Dit is een... Ja, dat klopt. Ach ja, dat vergeet je wel eens hè. Ja, de Mongoolse tent, misschien wel een van de leukste plekjes. Ja, dat is een beetje kapotenplop tent hè. Dus daar kunnen we zo een beetje naar kijken. Maar hij is wel een beetje lek. Maar daar kunnen we niks aan doen. Het is zoals het is. Even kijken. Met een fruitlee. Ah, dat is slim bekeken. Ik dacht nog even een topper erbij te halen. Ja. Hier hebben we het atelier. Nou, eigenlijk atelier. Ja, een soort van kapsalon. En normaal gesproken staat de DJ-set hier ook. Dus maar die wordt nu een beetje gerenoveerd omdat er allemaal rotte eieren onder het ding lag. Want we hebben hier natuurlijk kippen en die lagen allemaal eieren onder het ding. Dat begon op een gegeven moment een beetje te ruiken, een beetje te stinken. Kan lekker ruiken hoor. Ja, nou, poeh, onder dat huisje lagen ruim 100 eieren. Zo. Ja, dat was niet best. Dus die hebben ze weggehaald, nou hier ook. En nu kunnen de kippies er niet onderdoor weer. Maar ja, dit is nog een lege ruimte. DJ set moet zo meteen even nog naar buiten. Met de box? Ja. Oké. Okay. Daar gingen ze nummers. Ik had ook nog muziekjes op drop staan. Oh, oké. Okay. Hier hebben we ook nog een huisje. Beetje in the middle of nowhere. Hier slapen Andrea en Shelly. Mijn favorietjes. Kasper. Ja, dat klopt. Yes. Hoe lang zit je hier nou? Is die box hier nu of niet? Met die muziek? Ja. Ah, dat is niet niks. Nou ja, goed, ik ben wel finalist, dus het zou wel mooi meegenomen zijn. Ja. Maar ja, we zullen allemaal zien hoe het loopt. Ja. Ik schreeuw niet hoog van de daken. Hoe zit je zelf je kans in? 35%. Okay. Denk ik. 40%, zoiets. Ja, maar ja, je weet... Dat is aardig ook. Ja, toch? Ja, dat klopt. Wie zie je als grootste concurrent? Ja, ook mijn maatjes, denk ik. Ja? Merel en Jesse, denk ik wel. Hier hebben we de boot. Ja, dit is de boot van Jesse. Ik kwam hier mee binnen in het begin. Ja,
iedereen moest eigenlijk de huisjes een beetje verdienen en zo. En dat moest allemaal zo gebeuren. Maar Jesse kwam gewoon met een boot binnen helemaal in het begin. Dus, die had gelijk gewoon onderdak. Ja, die had onderdak. En wij zijn met helemaal niks begonnen, hè, in het begin. Dus hier echt alle straatstenen die je ziet, hebben we er allemaal eigenhandig ingelegd. Het podium wat je daar ziet staan, hebben we ook zelf gemaakt. De silo hebben we zelf opgebouwd. En we hebben alle dingen ook gekocht. Maar Jesse kwam met een gratis boot binnen. Nou, dat is wel een ultra luxe die je dan hebt, hè? Ja. Ook de plantjes die je hier ziet, nou, die zijn ook allemaal eigenhandig geplaatst. Dus het is eigenlijk allemaal door onszelf opgezet. En dat is dan ook het mooie aan het hele geheel. Ja, we hebben het is eigenlijk bouw je zelf je eigen samenleving. Daar komt het een beetje op neer. Nou, dat hebben we inmiddels ook wel een beetje gedaan. Ja. Maar dan wat met minder middelen. Ja. Elke keer als er een nieuwe bewoner binnenkwam, die kon dan materiaal meenemen van buitenaf? Nou, we hadden eigenlijk alleen maar een kist. En die was zo groot. En daar kun je eigenlijk spullen in doen waarbij je zelf denkt van nou, dat is handig. Maar meestal is dat kleding. Ja. Nou, hier hebben we het strandje. Hier hebben we in principe in het begin al onze evenementjes opgehouden. Het heette Palma Beach. Dus toen we hier echt nog helemaal niks hadden, hebben we een soort van schuttingje gemaakt. En hadden we echt een soort van tiki bar, een beetje Hawaïaans barretje hadden we neergezet. En dat waren onze eerste evenementen. En de eerste evenementen die draaiden wij ongeveer voor 20 à 30 mensen. Die kwamen er dan uiteindelijk op af. Maar ja, nu komen er rond de 1000 mensen per keer. Dus dat wordt wel echt steeds meer en steeds meer. En dat is ook wel het mooie. Zeker omdat ik hier ook al vanaf het begin zit. Dat je echt ook de opbouw ziet. Dus van heel weinig mensen die ons komen bezoeken. Naar in één keer 1000 mensen die helemaal fan zijn van het programma, van jou, enzovoort, enzovoort. Dus dat is echt heel mooi. En de vijver was ook heel belangrijk. Want daar moesten we vanaf het begin uit drinken. Ja, we hadden hier ook geen kraan met gewoon drinkwater. Dus wat deden wij? Wij wisten van tevoren dat, dat er geen kraan was. Dus moesten we filtertjes. Nee hoor, echt niet. Ik heb een pijn van schippen. Ja, je wel dus. Jullie weet als Jordi. Milana, doe jij dat op goal? Yay! Ik ga niet op goal. Nee, je schiet op goal. Oh, jij schiet alleen terug. Nero, jij doet op goal, hè? Wat schieten? Nee, ik ben gek. Nee, dat durf ik niet hoor. Inzet een team, uitwerking 1. Wil ben jij keep dan? Gaat alles door? Nee. Ja, komt ie! Komt ie! Nu, nu! Oh. Ze blijven wel goed staan. Goals. Zien er echt uit alsof je ze zo voor zo omver schiet. Leuk dat het ook op die medaille staat, Utopia. Is dat een groot toernooi? Ja, 2019. Oh. Volgens mij daar ook. Zullen we deze even weghalen? Het Piemel shirt. En de rioolrad. Nee joh. Ga je die hier laten liggen? Gewoon een slinger van maken. Leuk man. Ik het niet. Als bewaar jij ze even, show. Nee. Hij is niet mooi.